leuk vinden om te verhuizen. Het is eigenlijk natuurlijk iets. We willen ook graag op een plek blijven. Er wordt vaak te vaak gedacht, een boom kunnen we makkelijk verhuizen. Het is in principe niet goed om een boom van ze overleven het wel. Maar ze krijgen natuurlijk wel een verplantshock. Kijk, er zijn geen lantaarnpalen die je oppakt en allemaal ergens anders weer neerzet. Er wordt toch een groot deel van de wortels afgezet. Er wordt ook een gedeelte van de kroon weggehaald. Nou, dat zijn toch onderdelen die de bomen gebruiken om ervoor te zorgen dat ze een goede fotosynthese hebben. Een goede opname van voedingsstoffen. En dat mis is. En dan is het toch een klap voor de boom. Ja, maar je moet natuurlijk van tevoren heel vaak bekijken waar gaat zo'n boom naartoe. Hoe moet die worden getransporteerd? Buiten gezien dat de bomen heel ver worden teruggesnoeid. Omdat ze toch onder bruggen door moeten, onder tramleidingen. Dat geeft toch een heel andere expertise als je zegt van goh, we kunnen een boom rechtstandig vervoeren. Dan zeg je dat hij helemaal recht op een laadbak staat. En dan hoeft er veel minder gesnoeid te worden. Maar dan moet je wel van tevoren weten waar gaat die boom naartoe. Welke voorzorgsmaatregelen moeten er genomen worden. Nou, de bomen die we nu hier planten in het Pampuspark, die zijn 10 à 15 meter hoog. En we proberen natuurlijk zoveel mogelijk van de boom te bewaren. Probeer zo min mogelijk in te snoeien. Nou, dat kan wel eens betekenen dat er misschien iets te weinig in gesnoeid is. Maar voor de boom is het beste zoals we ze nu hebben getransporteerd. Zo min mogelijk insnoeien. Zo snel mogelijk weer verplanten. Ze worden vanmiddag om 3 uur staan er, als het goed is, circa 9 bomen verplant. Het belangrijkste element in het park is eigenlijk de verdiepte open plek in het midden. Daaromheen komen heel veel bomen, eigenlijk meer een gelijkmatige massa van bomen ook. Het zijn dus de platanen, dat zijn hier dan de grote cirkels. Dan hebben wij clitiches en robinias, brunus. Nou ja, ik heb wel geprobeerd gewoon de schaal van heel Haveneiland en daardoor ook van het IJsselmeer in mijn ontwerp te betrekken. En dat heb ik gewoon geprobeerd om in het midden gewoon die grote ruimte vrij te houden. En daardoor krijgt het park toch meteen die heel grote schaal van het IJsselmeer ook. Het is eigenlijk ook vergelijkbaar met die blokken op Haveneiland. Met de structuur van de blokken, je hebt ook gewoon massa aan de buitenkant. En binnen heb je dan een ruimte die veel rustiger is als de straten, die een heel andere sfeer heeft. Platanen worden ook veel langs wegen gebruikt, omdat het eigenlijk een boom is die eigenlijk wel goed kan vertieren binnen de stad. Het één nadeel is, ja, het worden grote bomen, dus ze moeten wel de ruimte krijgen. Ze kunnen goed tegen de wind, ook tegen wat zeewind, dus ze kunnen wat meer hebben dan wat lichtere bomen. Op Eiburg zal een plataan het goed kunnen doen. Het is voor Eiburg zelf is het gewoon een heel groot cadeau eigenlijk wat we hebben gekregen, omdat het is natuurlijk wel een nieuwbouwwijk. Dus het is, ja, nu zie je vooral nog op grote delen toch nog zand. En wat er allemaal komt uit één periode ook. Zo, ja, het is een beetje vlak qua geschiedenis. Ook wordt het nog zo mooier op Eiburg. Maar dan krijg je dan gewoon volwassen platanen. En die brengen toch echt zo heel veel impact mee.